start is gevallen. Kijken naar de buitenkant, want daar komt als een soort raket naar voren Time Matters. En Time Matters is net even sneller dan Obelix Nieuwpoort. Aan de eerste bocht in. Time Matters is daar als eerste. Obelix Nieuwpoort blijft in het tweede spoor. Binnenkant naast hem doemt op Giel Wildhagen met Omia Boszorg. Dan een klein gaatje naar Nieuwlof Boszorg. En daarachter volgt dan op plaats 5 op dit moment Graziella. Zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Leiding daar in handen van Time Matters. Nieuw gezicht hier in Wolvega. Daarachter op plaats 2 Omia Boszorg. Daarachter neemt de Duitse kampioen Obelix Nieuwpoort nu terug naar de reling. Ligt op plaats 3. En de eerste tussentijd komt op de klokken voor de niet al te grote, maar best wel snelle Time Matters 1:10:06. Zo gaan we op weg naar de volgende bocht. Time Matters, Omia Boszorg. Daarachter op plaats 3 Obelix Nieuwpoort. Dan een flink gat naar de nu van de benen gaande Nieuwlof Boszorg. Die sprong daar weg, had even een moeilijk momentje. En zo gaan de paarden de Tjarda-bocht door. Uitgeschakeld nummer 3, galop nummer 3. Eén paard minder in deze koers en we hadden er al niet al te veel. We zien er 4 in beeld en ze zijn in de rechte lijn voor de tribune. Time Matters leidt, Omia Boszorg op plaats 2. Daarachter de gouden helm van de Duitse kampioen, Michael Niemczyk. Hij rijdt Obelix Nieuwpoort. En de vierde plaats sluit nu ook aan Graziella. De rest is buiten beeld, 18-2 tussentijd. Gaat de eerste kilometer in 1:14:04. En zo gaan ze de laatste kilometer in. Time Matters, Omia Boszorg, Obelix Nieuwpoort en daarachter Graziella. Meer smaken hebben we niet en we gaan de Z-Turfbocht nu door. Allemaal achter elkaar. Time Matters blijft het tempo maken. 3 keer gelopen in Zuid-Duitsland. 2e plek, 3e plek en een keer uitgeschakeld. Een overwinning ontbreekt nog. Geldt ook bij Omia Boszorg. Ook die heeft nog nooit gewonnen. Obelix Nieuwpoort gaat nu naar het tweede spoor. En ook die staat nog op 0. En daarachter ligt Graziella. Het zal u niet verbazen, ook die heeft nog nooit gewonnen. Paarden in de rechterlijn overzijde. Time Matters gaat nu versnellen. Want daar komt Obelix Nieuwpoort aan de buitenzijde dichterbij. Tussentijd 18-1 voor Time Matters. 17-5 voor Obelix Nieuwpoort. Die sluit nu aan op de rug van de leider en zo gaan ze de laatste bocht in. Ook Graziella schuift een plaatsje op. Omia Boszorg nu op plaats 4. Paarden ronden de laatste bocht en ze zijn inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. En Time Matters is uit de greep van Obelix Nieuwpoort op dit moment. Time Matters, Obelix Nieuwpoort. Daarachter op plaats 3 Graziella. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Niemczyk neemt zijn paard wel naar buiten. Gaat de aanval wel openen met Obelix Nieuwpoort. En die komt ook dichterbij. Time Matters aan de binnenkant, Obelix Nieuwpoort aan de buitenzijde. Gaatje wordt wel steeds ietsje kleiner. Nu is hij heel erg klein geworden. En nu is hij er ook voorbij. Obelix Nieuwpoort gaat voorbij. Laatste 500 meter in 1:16 rond. De Duitse kampioen wint, Obelix Nieuwpoort. Daarachter Time Matters. En plaats 3 is voor Graziella. Vierde Omia Boszorg. 15-8 voor de winnaar.